jongens en meisjes, dames en heren, vrienden en vriendinnen. Het is zover. Mijn allereerste vlog. En het gaat een hele leuke worden. Er komen diverse onderwerpen aan bod. Ik zal jullie eerst even vertellen wat eigenlijk precies de bedoeling gaat zijn van mijn vlog. Nou, op vele verzoek ben ik daar dus nu aan begonnen. En het gaat heten What the Vlog. Dat zagen jullie in mijn intro. Dat is niet helemaal voor niks, want het wordt een beetje een controversiële vlog. Dat wil zeggen, niet op structurele basis, niet op een vast tijdstip elke week van de dag of op elk tijdstip. Boom, dan komt die vlog uit. Als er wat te melden is of we hebben wat leuks, dan verschijnt er eentje. Soms word ik gevlogd, dat is ook vrij apart natuurlijk. Dus dan heb ik niet zelf de camera in mijn hand zoals nu, maar dan word ik eigenlijk gewoon gevolgd. Dat is ook al vrij apart voor een vlog. En soms dan neem ik zelf het cameraatje, mijn eigen vlogcameraatje te hand en dan ga ik bijvoorbeeld naar de supermarkt. En dan ga ik jullie laten zien wat ik eet of ga eten en dat soort dingen allemaal. Kortom, het wordt heel gevarieerd en hopelijk heel erg leuk. Vandaag dus de allereerste aflevering. Daarin komen een aantal leuke zaken aan bod. Een paar dingen waar wij naartoe gaan vandaag. We beginnen zometeen met de radiozender 100% NL die mij de hele dag volgt. Daarmee met hun dus gaan we naar de studio in Maassluis, waar ik mijn platen opneem, de Tomazo Studio. Vanuit daar gaan we dan naar Top Notch, het welbekende en zeer succesvolle Nederlandse rap- en R&B-label. Daar gaan we iets doen dat heet eindejaarstakkies. Daar komen een aantal social influencers, rappers, artiesten uit hun stal. En ik dus samen om daar het afgelopen jaar 2018 te bespreken. Superleuk, ongetwijfeld. Dus daar sluiten we de dag mee af. Dat wordt de allereerste vlog die jullie nu gaan zien. Nogmaals, ik hoop dat jullie het leuk vinden. Het wordt, denk ik, heel erg leuk en gevarieerd de komende tijd. Dus hou het in de gaten. Ik hoop dat jullie mij allemaal gaan volgen. En we zullen zien hoe het gaat lopen. In ieder geval, nu alvast bedankt voor de support. Ik ga proberen met mijn team om er wat leuks van te maken. We gaan beginnen! Nu, vaak, de eerste 2 uur dat je binnenkomt, staat iedereen langs de kant. Natuurlijk op het schermpje, om het aan iedereen te laten weten, ja, ik ben er. Oh, het is hier zo geweldig. En iedereen staat zo. Er gebeurt helemaal niks. Dus, ja, tijdsturen rij je gewoon alsof je naar Maassluis rijdt. En dan... Maar ik rij niet, hè? Dat wist je, toch? Oh ja, dat klopt inderdaad. Nee, nee, dan kan ik nog rijden. Nee, dan ben ik rijbewijs kwijt. Nee. Oh, ja. Barry, kan je nog één keer iets zeggen? Hallo, hallo. Testing 1, 2. Ik zit in de auto. En dat soort dingen allemaal. Yes. Dus meer, dat het klopt. Ja, een soort van, nou ja, hoe lang doe je normaal gesproken over deze rit? Ja. Zo en zo lang. Nou, kijk of we dat record kunnen verbreken, weet je wel. Ja, ik had het al doorgekregen van hem. Alleen, ik zit nu toevallig, as we speak, midden eventjes in een tv-opname voor 100% NL. Als ik die zo achter de rug heb, dan ga ik dat die shout-out voor je opnemen voor vrijdag. Ja, geen probleem, ja. Hè? Ja. Ik ken niet heel veel fouten. Sta je er ook goed op. Dan heb ik hem ook nog even met jou. Want het is aankomende vrijdag al, toch? Of niet? Ja. Oh, volgende week vrijdag. Ja, ja, ja. Ja. Precies. Oké, ga ik fixen. Oké. En we gaan nu onderweg naar Maassluis. Naar de studio, allemaal waar zij gaan kijken wat ik daaruit ga spoken. Kijken of we een nieuw plaatje in elkaar kunnen zetten. Barry Paf is de presentator. Ja. Daar staat hij. Ja. We rijden nu weg hier. En dan doen we dit. Ja, ja, precies. Ja. Ja. Zo. Zo, Bart. Daar gaan we dan. In de warme. Ja. Moet ik even ervoor dat we dat in één keer doorlopen? Ja, loop maar in één keer door. Ja, oké. Doe het één keertje. Dat is helemaal goed. Ja, één keer. Ik blijf gaan lopen, ja. Jouw studio. Ja. Oké. Okay. Yes, actie! Oké, top. En dan wil ik hem nog één keer over de schouder. Ja.
stoppen. Dan moeten wij even aan de kant. Camera draait. Ja, inmiddels is gearriveerd bij Tommaso in Maassluis, de studio waar ik tegenwoordig elke week, bijna altijd op donderdag, mijzelf bevind. En waar ik weer platen ga maken en dat soort dingen allemaal. Dus wel eventjes wat achtergrondinformatie over Tommaso. Nog maar een paar jaar geleden opgericht en opgestart door een oude vriend van mij, Peter Gelderblom. Degenen die al wat langer lopen in de muziek zien, die kennen hem natuurlijk allemaal van zijn grote hits, onder andere Waiting For. Die sample met Red Hot Chili Peppers erin, die heel veel op de radio gedraaid is bij 538 en bij Slam. De man, Peter dus, heeft een bloeiende DJ-carrière achter de rug, zowel nationaal als internationaal. En heeft zich nu besloten op het management te storten van artiesten en DJ's. En dus een soort van ja, overkoepelend muziekbedrijf op te richten, waaronder allerlei zaken vallen die DJ's en artiesten nodig hebben. Management, studio's, noem het allemaal maar op. En dat is eigenlijk een beetje waar Tommaso dus vandaan komt. Onder andere de Afrobro's, die zijn daar getekend, zitten in het management, maken daar hun platen. Degene die de afgelopen 3 jaar daar in de studio heeft gezeten, is bijvoorbeeld ook Boas van de Beats. Degene die voor alle internationale supersterren op dit moment platen maakt. Ronnie Flex, Kintanhuis en alle andere rappers die daar de afgelopen tijd over de vloer geweest zijn en nog steeds komen. Dus erg succesvol nu al, dankzij Peter onder andere. Trobi, Spinning Records, die is daar ook ondergebracht. En ik doe daar dus ook mijn ding. Tommaso, dat is nog wel leuk om te vertellen, die studio's, dat zijn eigenlijk de oude Digidance studio's. En raad eens wat? Die bestonden van 1994 tot 2008 zo'n beetje. En dat was eigenlijk Digidance, het spinning van de jaren 90. Dat was eigenlijk de independent dance platenmaatschappij die de dienst uitmaakte in de wereld. Een van de belangrijkste labels. En onder andere mijn launch. De Lounge is daar dus gemaakt in diezelfde studio waar ik toevallig dus nu weer elke week bijna zit. Nou, gekker moet het niet worden natuurlijk. Dus dat is eigenlijk een beetje kort, CQ lang samengevat waar Tommaso op dit moment voor staat en mee bezig is. Nu weer snel verder naar de vlog. Zijn we dan? Gouden platen, daar houden we van. In dat studio. Kijk, oh, lachen. Woef, Bissy, nee, Ronnie Flex. Oké, ja, maar stop. Ja, ik ken elkaar. Ik wil de loop naar de studio eventjes opnieuw doen. Oh, nou, ik vond de aankondiging van Every Single Day fucking dope afsluiten om dit af te ronden. Pop een pill of twee, every single day. Mannen, bezoek. Hallo, hoi, hoi. Alex. Hoi Alex. Ja, dit is de studio waar dus ooit de launch is gemaakt. En hoe lang geleden? 97. Zo, hallo. Ik heb wel de content aan. Ja. Maar ja, ik hou me er eigenlijk zo min mogelijk mee bezig. Er zijn natuurlijk wel zo'n filmpjes geweest bij jou natuurlijk, hè? Oké, we moeten wel doei zeggen, toch? Doei! Oh, dat is een nieuw beeld. Oké. Okay. Nee, we doen gewoon. Nee, ik heb qua draaidag natuurlijk. Oh nee, oké, dit is gewoon de eindquote. Ja. Ik vond het wel lekker. Ik weet niet of we de vorige keer het nog hebben. Een soort afkondiging van jezelf. Ja, precies. Je zegt, dit was het. Ja, die moet ik nog draaien en dan tot mensen abonneren en zo. Oh ja. En dan duimpjes geven en zo. Abonneren. Toverwoord ja, precies. Ook abonneren op jouw vlog. Ja, wat ga je allemaal laten zien in jouw vlog? Nou, jij zit in de eerste aflevering. Yes! Yes! Barry Paf. Hey, deze man, nu bij 100% NL, maar 20 jaar, nee? Ja, 20 jaar 538. Ja, bijna 20 jaar. 20 jaar 538. Dus dat is ja, toch wel een eer dat hij in mijn eerste vlog zit. Elke ochtend luisteren, hè? Tussen 6 en... Hoe laat is het weer? De ochtendshow van 100%. Ik sta 4:30 's ochtends op, hè? Van 6 tot 10. Ja. Ja.
Dus ik begin als jij naar bed gaat. Ja, ja. Dat is wel eens anders geweest, die verhouding tussen ons. Precies, dat klopt inderdaad, we gingen dezelfde tijd naar bed. Ik kan me nog herinneren. Ja hoor, dat waren wel feestjes. Dat jij ook wel op die tijd op bed ja, was. Ja, zeker, maar, zeker. Zullen we hier nog gelijk afgetuigd worden? Afgetuigd worden. Waarom dacht ik afgetuigd? Of iemand anders. Goed, Jan. Leuk hoor. Ja, gezellige dag, zo met 100% NL. Ja. Hier zitten we dan, in de studio in Maassluis, samen met producer en DJ Alex Fazi. Jazeker. Hij maakt tracks voor de allergrootste artiesten van dit moment in Nederland. Rap, house, maakt allemaal niet uit, deze man is echt allerhoogste niveau. En ik heb de grote eer dat hij ook platen voor mij en met mij maakt. Onder andere Every Single Day, die ik gemaakt heb voor 2019 met Donnie, Maradonnie en Eenhoorn Joost. Dan hebben we ook nog The Lounge 2019 en allerlei andere goede tracks die er nog aan zitten te komen. Elke donderdag zit ik dus hier in de studio in Maassluis. Als ik tenminste volgende week mijn rijbewijs weer terug heb. Dat dan weer wel. Afgelopen maand dus niet geweest, maar dan volgende week dan heb ik hem weer terug en dan pak ik de boel weer op. En dan houden we jullie op de hoogte wat hier allemaal gebeurt. In de studio in Maassluis. Klaar bij Tommaso in Maassluis. De studio is al daar. Nu de volgende setting. En dat wordt eindejaarstakkies van Topnotch. Topnotch, het beroemde en befaamde en zeer succesvolle Nederlandse rap en R&B label. Ik ben door hun uitgenodigd om onderdeel uit te maken van hun eindejaarstakkies. Dat wil zeggen een soort analyse, een bespreking met een aantal rappers uit hun stal en een aantal social influencers om samen met hun dus het afgelopen jaar 2018 te bespreken. Alle relevante gebeurtenissen, muziekgerelateerde dingen. Kan nog wel eens erg leuk worden, dus ik zou zeggen, we zullen het zien. Eindejaarstakkies van Topnotch. What the flock. Voor mij? Nee man, je komt niet backstage. Ik kom bij de nieuwe wekelijkse, ja man. Nee, wil je dat zuipen of niet? Nee man. Man. Is gewoon water, met dubbels. Ja, houd toch op. Welkom bij de nieuwe wekelijkse vlog van DJ Jennis. Vandaag zijn we op locatie bij Topnotch. Er is een borrel, we hebben ook champagne. Hoe laat is het dan? Let's go! Ik kan je nog zeggen, geen op. Oldschool jongen, oldschool. Godverdomme, wat een gezelligheid. Snap je? Heb je aanwezig. Slecht geregeld hier, geen wodka, niks. Jim, daar is dat. De wodka hebben we tekenen. Ja, wel? Ja, wel. Hij moet nog zijn verstand. We hebben alleen de Henny daar gezet. Maar daar is al begonnen met drinken. Oh, dan neem ik dat wel, joh. De Henny is wel aanwezig. Henny. Ik kom al voor de doof daar, dus. Ja, ik snap je Hij wou liever een mokro mafia team, maar met Lilo Sanders. Hey, yeah. Ja toch? Ik zeg je toch, ja man. Oké, we hebben even pauze. Pauze. En even een drankje doen. Wil je wat als hemel in zijn sas? Ik ben in mijn sas. Ja man, dat is wel echt waar. Het is zeker een feit. Het is iets wat gevierd mag worden met een glaasje bubbelwater, want we zijn om hooggevallen apen. Alleen als je deze man ziet, als je die broek van die man ziet, dan moet je toch al respect voor hem hebben. Even serieus. Het is een broekstreer aan de jail, man. Je bent een clown of je bent het niet. Het is een broekstreer aan de jail. Doe op passie. Ja, dat was hem dan. Een impressie van de eindejaarstakkies van het Nederlandse platenlabel Topnotch. Wat een gezelligheid. En wat was het hilarisch daar met al die rappers. Ik heb me kostelijk vermaakt, maar dat hadden jullie waarschijnlijk al gezien. Dat was meteen ook het laatste item van mijn allereerste What the Vlog. Ik hoop dat jullie een beetje genoten hebben van deze toch wel achtergrondbeelden, zeg maar, bij zo'n dag uit het leven van DJ Jean. Ik hoop dat jullie volgende keer weer kijken, uiteraard. Wat ik in het begin al zei, in het intro,
Er gaan allerlei onderwerpen aan bod komen die ik dus buiten het draaien meemaak. En ja, geeft ook een beetje een beeld in mijn leven en wat ik uitvreet en wat mij interesseert. Dus nogmaals bedankt voor de support en hopelijk tot de volgende keer. Dit was What the Vlog Part 1. Ja, ik heb al heel veel geluld vandaag. De bar is open. Hallo.